Dat hier, dat is mijn verhaal. Omdat ik mijn versie van de feiten wil geven. De laatste week van de Vuelta van 99 was de schoonste week van mijn leven. Overdag, God op de fiets. 'S Nachts, een godin naast mij in bed. Er werd mijn gouden toekomst voorspeld. En ik geloofde het zelf nog meer dan een ander. Ik ben zo goed. Ik ben zo goed. Maar wat dan niemand wist, is dat na mijn overwinning in Luik, Bastenaken-Luik en mijn arrestatie door de affaire Sainz een zware depressie volgde. En dat heeft me nog brozer gemaakt dan dat ik al was. De minste tegenslag zou me onderuit halen. Mezelf doen haten. Mezelf doen grijpen naar dingen waar ik beter afbleef. Stilnokt en drugs bijvoorbeeld. Ik stond op vallen. En dat gaat hard. Diep. En pijnlijk als je God bent. Van den Broeke gaat het alleen proberen. Valpartij. Dat is van Van den Broeke. Ik kan alleen met mijn benen rijden. Onvoorstelbaar. Wie kan deze man straks in Verona volgen? Hij rijdt ze er één voor één af. Het was duidelijk dat ik een definitieve keuze moest maken tussen twee werelden. Enerzijds oud Clotilde, het meisje uit het dorp, de moeder van mijn dochtertje Cameron. Anderzijds nieuw Sarah, Italiaans topmodel, iets meer glamour. Ik wilde niemand kwetsen, niemand teleurstellen, maar ik kon niet anders. Ik had gekozen voor Sarah en ik nam haar mee naar mijn ploegmaatje Lelly. Ze ging ook mee met de motto op trainingstocht door de prachtige heuvels van Toscane. Zonder dat ze het zelf besefte, werd ze ondergedompeld door de schoonheid van de wielersport. Na de Vuelta van 99 is het nog 14 dagen tot het WK in Verona. En dan neemt ze een intrek in Toscane, in de regio Livorno, bij Massimiliano Lelli. En die had bepaald wel een reputatie. Dat is ook achteraf gebleken. Hij had zelfs de reputatie opgebouwd van dealer. Maar goed, blijkbaar heeft hij daar een amicale band bij en is hij ook wat dichter bij zijn Italiaanse freule. Dan moet hij van daaruit naar het wereldkampioenschap waar hij niet op de afspraak is. Ik meen me te herinneren dat de afspraak donderdagmiddag was. Frank komt daar donderdagavond laat toe. Ik zal in de stuurt vertellen dat ze 's nachts om 2 uur op zaten wij nog buiten. Het was nog goed weer op het WK. Moest ze Parma gaan spelen. 'S Nachts om 2 uur. Kom aan. Moi, je le voyais champion du monde, ça c'est sûr. Oui. Amoureux comme il était. En plus, championnat du monde en Italie, où sa belle était. C'était doublement un défi pour lui. Ja, il had wel volste vertrouwen in dat hij ging wereldkampioen worden. Il had mij mee, ik was tamelijk goed. Ja, hij had gelijk de volledige ploeg voor hem. Hè. Er was geen enkele andere Belg die kon wereldkampioen worden of hem. La veille du championnat du monde à Vérone, on était avec les supporters, avec le bus. On était allé le voir à l'hôtel. Il dit rendez-vous demain, il dit je vous ramène le maillot de champion du monde. Oh. Goedemorgen, dames en heren. Prachtige dag hier in Verona. En laten we hopen dat het ook een prachtige dag wordt voor het Belgisch wielrennen hier bij ons. Want met Frank van den Broeke lijkt het erop alsof het niet kan misgaan bij de Belgen. Mijn opdracht was, ik en Nico Martin heel de dag bij Frank. Frank blijft Hans wedstrijd in mijn wiel. Ik zet hem uit de wind. En er was een lint, rood en wit lint, die echt in het peloton waaide. En iedereen voor mij ging naar rechts. En ik ging ook naar rechts. Ik moest of anders kregen dan lint. Misschien was het misschien beter dat ik in dat lint reed. Ja, ik heb niet veel kans om te reageren in koers. En hier een valpartij. Dat is van den Broeke. Frank van den Broeke, jawel. En het is Frank van den Broeke die valt. En onmiddellijk Nico Matan daarbij. On était à la télévision, oui. Bête chute. Bête chute. En hier nog hier eens is het gebeurd. Met... Ja, daar hij is. Die linten? Ik weet het niet. Wat drekt die fiets op? Ja, ça va. Je hebt pijn aan een pols, zegt hij. We brengen hem terug de peloton. Ja, pijn aan zijn pols, maar ja, niet extreem. Geen haar in mijn hoofd, ik dacht dat zijn pols gebroken waren.
Maar ja, dan zie je natuurlijk wel ja, dat hij verbeten op die fiets zit. Ja, je rijdt rond met twee gebroken polsen. Van den Broeke nog altijd met zijn armen aan het schudden, toch? Wij probeerden om contact te krijgen met de volgwagen. Om te horen van, is er nieuws? Wat is er? En dat was zeer verwarrend. José, hoe zit het eigenlijk met Frank? Ik ga niet zeggen wat gebroken is, maar ik heb nu de dokter of de polsopper in de auto genomen met wat verdorven zalm. Dus we gaan nu proberen om daar iets aan te doen. Gebroken zeg je, hebben we het dan over zijn rechterpols of... Dat is zijn rechterpols dan. Dat is natuurlijk andere koek. Ja. Er was sprake van een polsblessure, maar hij rijdt voort. Wij ook dachten, hoe kunnen we dan nog voortrijden en zo. Voilà. Ulrich zelf. En Van den Broeke gaat dan mee natuurlijk. En Bogert. En nu is het begonnen, dames en heren. Het was parcours die omlaag. En die ging wel op de laatste klemmetje wegrijden. Van den Broeke zelf, hij gaat. Frank Van den Broeke in de aanval. Daar gaat hij. En hij is weg. Heeft u dat gezien? Hij rijdt die finale nog met twee gebroken polsen. Dat is door de adrenaline, denk ik, ja. Kan die nog iets doen? Gaat hij in de finale nog kunnen mee? Die gaat toch geen wereldkampioen nog worden? En heeft hij zich nu verslikt of niet? Ja, let op, Frank kan zich ook nog verslikken, hè. Maar oké, ja, hij kon geen macht meer geven, nee. Hij kon alleen maar macht geven met zijn benen en met zijn rug. Et quand on l'a vu démarrer, là, on voyait qu'il grimaçait avec son guidon en main. Il avait plus la force de tirer sur son guidon. Bon, on s'était dit, il y a le panache, il y a le courage. On connaissait Franck. Il allait toujours à l'extrême, mais ça n'a pas réussi. Et Franck doit leidzaam toezien dat hij een Oscar Freire wegrijdt. Freire wordt dus wereldkampioen, niks aan te doen. In laatste, voorlaatste positie hebben we daar Frank Van den Broeke gezien. Als Norrie valt, denk ik dat hij wel kans maakt voor wereldkampioen te worden. Daar ben ik zeker van. Want dat kon iedereen aan het spelen op dat moment, denk ik. Het lot heeft anders gedacht. En dan, ja, dan was hij wel gefrustreerd. Kijk maar mijn pols, ik denk dat hij gebroken is. Ik kan alleen met mijn benen rijden. Ik heb het wereldkampioenschap verloren door mijn hand. Dan ben je topfavoriet, Frank. En nu gebeurt dit. Nu wordt er een Oscar Freire wereldkampioen. Ja, ik weet niet. Ik heb alles geprobeerd, maar ik ga bijna schreeuwen van de pijn nu. On a pris des renseignements pour savoir où était Frank. Il avait été amené dans un hôpital. Et M. Joël Mourman, notre président de club de supporters, lui seul a pu aller voir Franck dans sa chambre d'hôpital et c'est là qu'on a appris qu'il avait eu les deux poignets cassés. C'était les larmes. C'était les larmes. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois Sarah. Et alors lui, il était un peu tout de même gêné. Il dit, tiens, je te présente Sarah. Il a dit, je suis le premier, je pense, du poster à l'avoir vu. Dans des tristes circonstances. Hein. Et elle pleurait aussi, évidemment. C'était la tristesse la plus complète, disons-le. Hein. Une journée qui devait être exceptionnelle au point de vue plaisir, ça a été catastrophe. Met cette afgelopen clinique, Polsibro. En dan doen we Frank iets speciaals weer. S'avonds na het WK was altijd, dan gingen wij iets drinken. Het seizoen was nog niet afgelopen, maar toch. Dan huurde men ineens een ruimte. Een ruimte in een discotheek. Alles van mij. Champagne, wijn, bier. Niks betalen. Maar ik heb twee gebroken polsen. Maar dan was hij weer zo gulzig naar zijn ploegmaats. Dan wou hij ook alles weer weggeven. Dat was dan vier op ons dat we zoveel voor hem gedaan hebben. En dan was hem ontgoocheld dat hij niet gewonnen had, maar toch. Natuurlijk was er ook weer goed mooi bij. Ik weet ook niet van wat parochie dat me weer was op de einde van de avond. Sarah, un jour, elle m'a dit, j'ai été à la soirée du championnat du monde, de l'équipe belge. Et là, j'ai vu pour la première fois un autre Franck. Sarah qui m'a avoué ça. Dans un état second. Encore une fois festif. Een dubbele polsbreuk was een zware tegenvaller en de wereld had er zonder die ellende helemaal anders uit gezien. Maar ook met die regenboogtrui was ik eenzaam geweest. Ik ging sowieso een slechte winter tegemoet, want mentaal was ik met totaal andere dingen bezig. Ik wilde in Ploegsteert wonen,
maar dat was geen optie, want op dat moment stonden mijn ouders pal achter Clotilde en de wensen van hun zoon, dat was niet van zoveel belang. Beter nog, de keuze voor Sarah, dat leidde tot grote ruzies en getier en gebruil. En dus ja, ik leefde in hotels, of bij ploegmaten, of ik bleef slapen bij vrienden. En ik ging op café, ik zat in de clubs en ik stond op de dansvloer met mijn twee armen in de hips. Ik was op een bepaald moment de best verdiende renner in het peloton en ik had ineens nog geen dak boven mijn hoofd. Door het feit dat hij geblesseerd was, moest hij 3-4 weken rusten en kon hij niet meer fietsen en kon hij niet meer bezig zijn met zijn beroep. Dus ik kan nu andere dingen gaan doen, want ik hoef me niet te verzorgen. Ik kom wel terug, ik kom wel weer op het niveau dat ik nu ben. On a toujours gardé espoir que Franck allait revenir comme avant. Mais c'était le début de la fin là. Son mal de vivre, ça commençait parce qu'il y avait mal au cœur de laisser Cameron et Clotilde. Il y avait mal au cœur de nous faire mal au cœur. Il aimait Sarah. Et il y a des gens beaucoup plus durs aux sensations que d'autres, quoi. Où tu cherches une échappatoire dans tes soucis. Je pense que c'est vooral uit de hand gelopen is de winter 99-2000. Hein. Maar dat hij Frank eigenlijk geleefd heeft als een vuifbeest en absoluut niet meer getraind heeft, zich niet meer verzorgd heeft, volledig elke structuur van een wielrenner kwijt was. In 1999 kreeg Frank de kristallen fiets en Frank ontbrak bij de prijsuitreiking. En daar waar iedereen na die formidabele Vuelta ervan overtuigd was dat hij zou verschijnen, stuurde hij zijn kat. En dan dacht je van, ja, wie gaat hier nu die prijs ophalen? En warempel was dat Clotilde, die toen eigenlijk al achtergelaten was. En toen ik dan vroeg, mag ik u vragen waar Frank gebleven is, zei ze van, ja, Van den Broeke zal altijd een Van den Broeke blijven, bijgevolg. Onnavolgbaar. Ik weet het ook niet. Ik heb in mijn leven nooit op een hoger niveau gezeten dan toen. Het was misschien beter geweest dat de Vuelta niet zo goed was afgelopen, want daardoor zat ik in een waan. Ik dacht dat met de training in het voorjaar wel goed zou komen. Maar een coureur die dagelijks een stuk of 10 slaappijlen slikt en daar nog een keer alcohol op drinkt, ja, dat moest ooit wel een keer stoppen. Maar ik genoot immens veel van de roes die voortkwam van het doorslingen. Op een paar minuten zit je in een andere wereld. En in die wereld was ik alleen. En zo sprak ik mezelf constant goed. Mijn leven staat onder grote spanning, dus ik moet af en toe wat afstand nemen. En van die drugs, daar word ik rustig van. En dat was ook zo. Of toch zeker. In het begin. Moi, j'ai tenu une conversation avec Jean-Jacques. Dur avec Jean-Jacques, au sujet de la carrière de Franck. Je l'ai vu comment il a vécu la Vuelta, où là, il roulait sur sa classe, uniquement sur sa classe. S'il continue sur cette voie-là, il prend le mauvais chemin. Parce que à certains moments, on peut être aussi grand qu'on veut, la classe ne suffit plus. Il y a le travail à côté. Là, il s'est retrouvé dans un autre monde. On était inquiets, quoi. On avait tellement vécu, je parle cyclisme, sur des bonnes bases. Son village natal, ses routes d'entraînement, tout était agencé. Un coureur doit être stable. Une femme de coureur, ça doit être une deuxième maman. Elle doit préparer les repas, s'occuper des factures, la lessive, les courses. Un coureur ne doit penser que à son vélo. Il ne voulait plus revenir ici. Je crois que Sarah mettait la pression. Parce que s'il revenait ici, Clotilde était là. Il n'y avait plus de domicile fixe. Un peu en Italie, un peu chez Lely, un peu chez celui-là. Ce n'est pas possible pour un coureur. Tu dois avoir une stabilité. Il revenait 8 jours, il repartait. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit, maman, occupe-toi de ma maison, il faut que ce soit vite fini. Après, j'étais derrière les entrepreneurs,
Je m'occupais de tout. Tout d'un coup, il me dit, maman, tu vends ma maison. Alors j'ai encore dû m'occuper de ça aussi. Et ça a été tout le temps comme ça. Il n'était plus bien nulle part. Ik had Sarah voor de zoveelste keer gevraagd en gesmeekt op mijn knieën om in Ploegster te komen wonen. Want dat was nog altijd de plek waar ik me thuis voelde, los van alles wat er daar gebeurd was. Alleen was de prijs dat Sarah ervoor moest betalen hoog. En het was moedig van haar dat ze toch is meegekomen. Aan de lijst van Stilnoct en amfetamine had ik ondertussen ook Valium toegevoegd. De nachten waren langer en ik had van niet meer geduld. En de ruzies met mijn ouders waren allemaal erger, vooral omdat ik de trouw met Clotilde had uitgesteld. De situatie was gewoon uitzichtloos. De journalisten zaten verstopt in hun auto voor de deur. De fotografen zaten klaar in de struin. We werden bijna overvallen door de paparazzi. En ik had een nieuwe vriendin en ik zag haar heren en ik kreeg letterlijk te horen dat dat niet mocht. Ik mocht die vrouw niet heren zien. Ik moest van een andere vrouw houden. Ik was volledig de kluts kwijt. Waarom mocht ik mijn eigen leven niet regelen? Waarom had iedereen een mening over alles wat ik zogezegd verkeerd deed? Un soir, un dimanche, elle dit, papa, j'arrive avec Sarah, vous la présentez. Elle nous a peut-être trouvé très distants, mais bon, Clotilde était chez nous. Quand Franck n'était pas là, elle venait ici à la maison. Quand Franck y revenait, il lui téléphonait qu'elle devait partir. Et c'était pas vraiment le premier abord amical, quoi. C'est sûr qu'elle n'a pas eu facile de venir en Belgique. Quand elle est arrivée, c'était malheureusement l'intruse. Pour beaucoup, elle avait brisé le ménage de Franck. Or, ce n'était pas vrai. La rencontre sur une course à vélo, c'est peut-être pas non plus toujours les bonnes personnes. Donc, ouais, je pense qu'on a tiré trop vite des conclusions. Oh, elle a été très, très mal vue par beaucoup de gens, hein. Des blabla de village, disons, et les commentaires, les on-dit de l'un. Tout le monde la regardait. Arrivé à l'hostellerie, bon, déjà, il y avait toujours du monde. Donc, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Goh, ik probeerde het me allemaal niet te veel aan te trekken. Ik zat heren in de kopgroep en ik moest mee met de nieuwe trend. Eigenlijk was het genoeg van te zeggen, zij en alle manager en hij nog niet. Van eigen is dat ik ook zoiets moest hebben. Op een avond van een wedstrijd werd ik door een maat voorgesteld aan Paul de Heiter. We hebben een beetje gebabbeld, maar ik was er niet echt bij met mijn gedachten. Het belangrijkste was dat ik een goed gevoel bij hem had en dat was genoeg. Koffiedis had me achter de affaire Sainz laten vallen en ik wilde gewoon weer zo snel mogelijk voor een andere ploeg gaan rijden. Maar dan moest er wel een oplossing gevonden worden voor mijn 3-jarig contract met Koffiedis. Hij moest normaal nog 2 jaar rijden. Dus hij doet zijn eerste jaar, doet eigenlijk een vrij goed jaar. Vooral op het einde van dat seizoen. Hij vindt dan leuk, maar hij doet dan ook een Vuelta waar iedereen ineens het gevoel heeft van ja, dit wordt het. Dus er kwamen verschrikkelijk veel aanvragen van ploegen op hem af om volgend jaar bij hem te gaan rijden. Er werden prachtige voorstellen gedaan. Hij kreeg voorstellen van Onsee. Echt zware voorstellen. Het ging over dubbelen. Ja, natuurlijk, op dat moment brengt dat zijn hoofd op hol. Vergeet niet, zij hadden hem geschorst naar aanleiding van de affaire Sainz. Hij had dat heel slecht opgenomen en eigenlijk had ze hem ook laten vallen toen. En hij wilde onmiddellijk weg. En daar heeft Cofidis niet kunnen meegaan. En we zijn uiteindelijk gestrand op, weet je, nog 1 jaar. En dan kan hij vertrekken. Wat voor ons het beste was dat er uit de brand te slepen was. Maar dat jaar was er voor hem eigenlijk al een beetje te veel aan. Cofidis kost erachter flun. Tegen mijn zin zat ik daar vast en ze ging er de gevolgen van dragen. Terwijl dat een normale renner een seizoen begint aan 5000 kilometers, begon ik me dan per dust verwonderd. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik echte wraakgevoelens kende. Nu had ze de echte Frank van de Broeke leren kennen. Maar dat was de echte Frank niet. De echte Frank die had ik al een lange tijd niet meer gezien. Coumont was toen in feite mijn lijfarts.
En als topsporter zie je extreem competitief, op elk gebied. Als hij hem 5 stilnokken nam, nam ik er 6. Als hij hem een spuit amfetamine zette, zet ik er 2. Zo was dat bij alles. We dachten er niet bij na, we reden elkaar gewoon de vernieling in. Ik was zo verslaafd geworden als stilnokt dat ik te opgefokt was om in bed te liggen. Soms nam ik er meer dan 15. Sarah zag me dwalen zonder te weten wat er aan de hand was. En ze vroeg me wel van alles, maar ik antwoordde niet. Ik was gewoon een verslaafde junk. Ik ben in het jaar 2000 bij Cofidis terechtgekomen. En ik was natuurlijk gecharmeerd, want ja, wie wou niet voor Frank van den Broeke gaan rijden in die periode? Dan kom je al die eerste stage, dan zie je al een paar dingen binnen het team. Vaak ging dat terug naar die verslaving met die slaappillen, stilnokt. Vaak werd er ook nog wel een keer toevlucht genomen tot roghypnol. Maar die spelletjes die escaleerden vaak. Dat was een beetje het probleem van Frank. Die stop zat er nooit op. Precies lekker in zijn auto dat er geen rem op zat. Hij was altijd op zijn gas aan het duwen, dus lijkt in de koers ook wel. Maar dat is dan niet erg. Als er bij Frank geen stop op stond, dat was Coman Maltin. Want die had helemaal geen grenzen. En die vond ook zijn plezier in om Frank mee te slepen in zijn situatie. Dat heeft toch wel een tijdje geduurd vooraleer dat je dat ziet, dat een verslaving is. Maar dat, na een tijd begint het wel op te vallen dat het steeds vaker gebeurt. En dan, ja, dan probeer je ook nog wel te helpen. Ergens vond ik dat wel erg, omdat dat ja, een goede vriend is en je wilt daar wel. Maar hij moet daar zelf ook voor openstaan. En je kan niet iemand helpen die geen hulp wil. Dus op die moment is bij mij ook dat besef gekomen van kijk, hij zal altijd op mij kunnen rekenen, maar hij moet het zelf ook willen. Anders kan ik hem niet helpen. Ik kon niet goed omgaan met de realiteit. Het was erg om te horen. Ja. Drugsprobleem, familieprobleem, liefdesprobleem, sportieve probleem. Mijn leven was één grote chaos geworden. En ik raakte verstrikt in een spel van leugens. Tegenover iedereen, maar misschien nog het meest tegenover mezelf. De persoon dat daar op die fiets zat, dat was de dubbelhanger. Iemand dat maar al te goed wist dat hij niet meer kon winnen. In Kuurne, Brussel-Kuurne kon ik de façade nog ophouden. En ik ging mee in een goede ontsnapping, maar die laatste krachtinspanning, die splijtende demarrage en die mentale focus dat me zoveel heeft helpen winnen, die waren weg. Dat zat er gewoon niet meer in. Ik denk dat we 4 of 5 in een kopproef van 8 of 9 man waren. Dus we reden bijna iedereen naar huis. En Frank was er ook bij. En op een gegeven moment kwamen we in de finale. Ja, Frank van den Broek moest winnen, want ja, goed, wij waren er als knecht en helemaal pad geëffend. In het centrum van Hulst, zie ik hem nog demareren. 3 kilometer nog. Van den Broek gaat het alleen proberen. Wij zaten af, we zijn er hier vanaf. Er reed niemand naartoe en daar reed iemand van Vlaanderen. Ik denk dat Karel Verreken was, reed dat gat dicht. Karel Verreken, oh la la la, gaat hij daar alleen naar Van den Broek toe rijden? Ja, ik denk dat mentaal voor hem een enorme ontgoocheling was en teleurstelling dat hij die wedstrijd niet kunnen afmaken heeft. En daar is hij, de Pelletschmiel, voor de tweede keer winnaar in Kuurne. Dus een Kuurne na een knappe finale. Ja, goed gespeeld. Wanneer Frank niet wint, is het voor hem altijd een nederlaag. En als je verliest, kun je bij manier van spreken niet hard genoeg gestraft worden, is nooit strafgewijgen. Omdat je niet voldaan hebt aan het beeld dat je van jezelf hebt. Dat je tekortgeschoten bent ten opzichte van het beeld dat je van jezelf gemaakt hebt. Een ideaal beeld van zichzelf, wat je eigenlijk nooit kon bereiken. Want je kunt dat beeld niet bereiken. Het leven hangt soms af van details. Hè. Stel dat hij daar wel die wedstrijd wint en dat hij wel de klik kan maken om zich net goed te verzorgen richting Parijs-Nice. Een tweede plaats, een derde plaats was niet goed genoeg. En dan was dat voor hem falen en daar kon hem niet mee overweg. En in de slechte momenten verafschuwde hij zichzelf. Dan wilde hij gewoon vergeten wie hij was. En deed er ook alles toe en neemde er ook middelen voor. Hij kwam in contact met de Stilnoks. Dat was ook de tijd dat alles mocht en alles kon. Hij had er enorm ervaring in en hij was eigenlijk bevattelijk voor zo'n dingen. Ja, dat is verslaafd zijn, hè. Dat is heel simpel. Hè. Zo te venir la catastrophe, quoi. Que ça l'est une année noire, une année sombre. Dan heeft hij dan voor 5 gegeven op Parijs-Nice. Was hij dan van een trap gevallen of zoiets?
was hij van de zaterdag, voordat hij vertrok naar Parijs, van trap gevallen. Dan wist ik al dat hij zo'n ding vertelde, dat niet alles 100% was. Tom Valpartij in de trap bij mij thuis, als ik de valies in de auto ging steken. En ik heb op mijn linkerhand mij moeten houden en zo is het gebeurd. En dan is een beetje het zich verschuilen in excuses begonnen. Hij wist als hij naar een bepaalde wedstrijd ging, dat hij eigenlijk niet goed genoeg was om daar te presteren zoals hij wou presteren. Wat uiteindelijk tot een soort climax gaat komen, waarbij hij zichzelf gaat verwonden om niet moeten mee te doen aan Parijs-Nice. Omdat hij zo bang werd om af te gaan. Hij slaat dan op zijn hand om dat te breken. Parijs-Nice was ook mijn eerste hoofddoel. Ik zat onthoofd. Het is voor mij een kleine drama. En dan zag ik inderdaad gewoon dat zelf toegebracht was. Hè. Allee, dat ken ik genoeg. Hè. Dat was de man die zegt van, kijk jongen, vandaar ben ik gekwetst. En die meneer spreken met zijn post in een uur sloeg, omdat het niet moet gaan koersen. Hè. Je moet het nog doen. Hè. Ik bedoel, je moet het fysisch ook doen. Hè. Maar het toont wel in welke hoek dat hij gedreven was, hoe die druk altijd erger en erger en erger werd. Ook een beetje door zijn eigen schuld, maar het werd zo'n vicieuze cirkel. Hè. Hij bereidt zich niet voldoende voor, dan daar krijgt hij heel veel stress van. Om die stress weg te nemen, doet hij dingen dat je beter niet doet. Daardoor komt hij in een vicieuze cirkel, want dan trainde weer niet. Op bepaalde momenten neemt de verslaving je leven over een stuk. Of ja, en dan komt dat liegen ook in dat verhaal. Hè. Dat is een vaststaand feit, dat is dan wordt gevraagd aan gelijk wie. Dat is inherent aan de verslaving, geloof ik eigenlijk wel. En jezelf dingen gaan wijsmaken ook. Hè. Er zijn geen fracturen en ook geen belangrijke ligamentaire letsels aan de pols. De kans is reëel dat Frank van den Broeken het klassieke voorseizoen helemaal laat schieten. Ja, ik zit echt niet goed, een keer pijn. Als je 39 koers hebt, zijn je niet fit. Hè. Ik had mijn voorjaar verbrot en ik trok naar Amerika om te trainen en om af te kijken. In de zomer reed ik mijn tweede ronde van Frankrijk. Althans, ik ging er van start. Ik kan al snel door dat niks ging worden. In het begin kon ik nog doen alsof, zelfs beter dan verwacht voor iemand dat verslaafd is. Fysiek kon ik nog mee, maar mentaal zat ik helemaal aan de grond. Ik snakte naar mijn drugs. Thuis is het beter. Thuis is het beter, hoorde ik mezelf de hele dag zeggen. Thuis is het rustig, geen druk, geen pers, alleen de roes. En ik heb eraan toegegeven. In de 10e rit, bij de beklimming van Obisk, smeet ik de handdoek in de ring. Ik stak het op mijn knie, dat was het makkelijkste. Ik had vroeger al problemen mee gehad en iedereen was ermee weg. Ik moest gewoon een zielig gezicht trekken en in de auto stappen. En dan naar huis, om een shot te zetten. Gelukkig heb ik gekozen om coureur te worden en niet voor acteur. Iemand met kniepijn die hinkt. Maar blijkbaar heb ik dat niet echt goed geacteerd op tv, want achteraf kost je zien hoe ik soms op mijn linker en soms op mijn rechterbeen hinkte. Oeps, ja. Het kon me toch niks schelen. Frank, mogen we even iets vragen? Nee? Mogen we even iets vragen? Nee? Ga eerst wachten, de dokter. Vallen, jongen. Vallen of? Nee, tendinitis. Ik weet niet. Ai. Zoiets. Sarah was verzekers nog het grootste slachtoffer van alles. Ze zag me weer komen van de Ronde van Frankrijk gelijk een zombie. Hoe lang kost ze dan nog volhouden? Ik bleef soms 5 dagen wakker, zonder ook maar een seconde te slapen. Ik begon mensen te zien die er niet waren. 'S Nachts keek ik door mijn raam om te zien of de politie me niet kwam arresteren. Ik hoorde ze komen, de slippende banden, het gedaver van de combat shoes op onze oprit. Shit, mijn dope! Ik liep naar de badkamer en ik gooide de voorraad amfetamine in het toilet. En ik sloeg mijn spuiten kapot, ik gooide ze in de vulbak. Ik stond tegen mijn voordeur en riep dat ze weg moesten gaan. Ik zat hun veel te ver. Sarah probeerde me duidelijk te maken dat er helemaal niemand was, maar ik geloofde haar niet. Was ze zijn hek misschien, dat ze die agenten niet zag? En er waren er 10 en al die blauwe lichten. Zag ze dat dan niet? Er was een gigantische crisis op komst en ik probeerde dat weg te slikken. Ik zat in een tunnel zo diep dat ik niet besefte dat na 5 dagen in het ziekenhuis van Roeselare lag. Niemand was ervan op de hoogte, behalve Paul. Ik herinner mij nog de eerste keer word hij wakker en hij bekijkt mij zo en hij had echt zo'n blik van wat is die hier te doen. En ja, ik bekijk hem ook maar, veel werd er niet gezegd en hij was weer vertrokken. Ik heb daar een dag of 2, 3 naast zijn bed gezeten. Soms werd hij wakker en dan viel hij weer in slaap.
En eigenlijk langzaamaan beginnen we dan te praten. Dat was de eerste keer dat hij iets had van... Ja, misschien die gast... Misschien kan die toch iets betekenen. Dan hebben we ook besloten na die 2-3 dagen dat hij naar bij ons thuis ging komen. Want het was, waar hij woonde was heel turbulent en er waren journalisten dingen daar rond en zo. Je dois remercier Paul énormément pour tout ce qu'il a apporté à Franck. Ça n'était pas rien qu'un manager pour lui, ça a été un ami. Il fait partie de la famille maintenant. Hij was een heel vriendelijke, heel beleefde, heel behulpzaam. Op heel veel vlakken de ideale gast. Er was iets dat klikte met Frank. Er was iets waardoor dat hij bij ons ook niet stoorde. Bon. Hij was Frank, hè, dus met momenten zag ik hem een week niet. En dan ineens stond hem aan de deur en lag hem 5 dagen in bed. Ik kan hem telefoneren. Je respectais quand même dessus. Je disais, ah, c'est maintenant que t'appelles Tu sais qu'on existe encore ou quelque chose comme ça? Ah bah oui, hein, tu sais bien. Si je téléphone pas, c'est que tout va bien. Non, je savais que si tu téléphonais pas, c'est que ça n'allait pas. Mais c'était toujours comme ça, tu vois. Des hauts, des bas, des hauts, des bas. Hij had toen ook een kant die kon heel de nachten, dat ik me afvroeg, wat loopt hij daar te doen en wat is die van plan? Allee, dat had hem wel een beetje in die periode. Dat hij met producten bezig was of wat dan ook. Die kon heel de nachten wakker zijn. Ik had een wijnkelder. Op een paar dagen heeft de inventaris van heel mijn wijnkelder gemaakt. Dus heel de lijsten papier met welke flessen. Hij was toen wel een beetje ook geobsedeerd door wijn. Hij was bezig met wijn tegen 300 per uur. Ik had ook een aantal boeken over wijn. Dat zat hem dan te lezen. D'ailleurs, personnellement, moi, j'ai arrêté faire mécanicien à cause de ça. Quand je téléphonais à la maison, j'avais que des mauvaises nouvelles. Et j'avais un ras-le-bol et j'ai tout arrêté. Il venait quelquefois chez nous et donc moi, comme j'étais arrêté, je roulais en vélo. J'ai vu tout de suite, il n'avait plus le feu sacré pour s'entraîner. Alors si t'as pas ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Wat ik soms aandoenlijk vond bij Frank, waren de momenten van, hoe zal ik het zeggen, van goede voornemens. Frank deed dan domme dingen, realiseerde zich die domme dingen. En dan wou hij dat goed maken bij de mensen in zijn directe omgeving. Hij kon soms misschien 10 bladzijden schrijven, vol goede voornemens en vol beloftes en vol dingen die hij allemaal ging doen, die hij dan beloofde aan Sarah of aan mij. Ik ga op tijd slapen, ik ga zoveel fietsen, ik ga dat doen en ik ga trainingsschema's en ik beloof u, dan ga ik er goed bij. Minstens dat. Allee, het was minstens winnen hè, bij Frank. Hij beloofde ook niet om op podium te rijden of zo, maar vol goede voornemens. En ja, die lukte even, maar dan... Dat was het ook weer gedaan. Sarah had ondertussen al 2 Nobelprijzen kunnen ontvangen voor het geduld dat zat met me. Maar ze was het spuug zat en ze vertrok. Ze ging weer naar hun rodders, want ze waren op vakantie in de Côte d'Azur. Het enige wat de familie Pinacci van onze relatie zag waren ruzies, roddels en traan. Toen dat Sarah in Nice aankwam, zijn hun rodders gewoon om terug naar Italië te gaan. Weg van die zotte Belg. Dat van Italië dat kon ze nog vatten. Maar stoppen met de relatie, dat zag ze niet direct zijn. We hadden niet meer veel contact, maar ik had wel haar nummer van het hotel in Nice. Dus ik belde haar op een middag en Sarah kwam aan de telefoon. Ze sprak Frans en ze was zenuwachtig. Haar pa trok de telefoon uit haar hand en riep: "Hie klootzak! Laat mijn dochter gerust!" Ondertussen was er een discussie ontstaan tussen Sarah en haar ouders. Ik hoorde ze roepen: "Als je kiest voor hem, dan zie je mijn dochter niet meer!" Stilte. Ik zei: "Sarah, kom binnen 3 uur met een taxi naar de luchthaven. Ik ga je komen halen." Toen ik een paar uur later landde in Nice, ben ik haar gaan bevrijden, gelijk dat de ridder dat zou doen. Toen we thuis kwamen bij Paul, dacht ik dat ik de oplossing had gevonden. We moesten trouwen.
Dat was de manier voor de wereld te laten beseffen dat we elkaar herzagen, dat het allemaal leugens waren. Toen ik op mijn linkerknie zijn gaan zitten, nam ik haar hand vast en ik vroeg haar ten huwelijk. Ze twijfelde. Ze begon te wenen, maar ze knikte. Het was een van de moeilijkste keuzes van haar leven. Ze koos niet voor haar ouders, ze koos voor mij. J'avais entendu de l'un et l'autre qu'ils avaient reçu une invitation. Et je lui disais, alors tu te maries le dimanche 21 octobre, je crois. Mais non, c'est qui t'a dit ça? Et le lendemain, il arrivait avec des invitations. Il disait, ben, tiens, des invitations pour mon mariage, tu distribues à la famille ici et là. Je dis, c'est pas à moi. À faire ça, c'est à toi. Ça, c'était Franck. Mais le mariage, malheureusement, il manquait du monde, il manquait de la famille. Haar ouders waren tegen het trouwfeest. Ze waren van mening dat hun dochter in haar ongeluk ging lopen. En zijn vader was er ook niet. Dus dat is ook wel een beetje jammer. Jean-Jacques dit, moi je vais pas au mariage. Jean-Jacques, tu peux pas faire ça, allez, franchement, allez. C'est quand même ton gamin qui... Non, je vais pas au mariage. Papa, il est resté à Ploegsteert. Et je crois qu'il est resté... Il est allé chez Clotilde, je crois, ce jour-là. Ouais, je peux la comprendre, quoi. Hein? Son mariage qui était prévu normalement au mois de mai, tout se termine et puis après, bon, bah, il se marie avec Sarah, donc ça fait drôle quand même. Je dis, on lui en a vraiment voulu. Hein. De mon côté, je dirais qu'il y a des choses sur lesquelles on doit faire abstraction. Des rancœurs parce que Franck épouse quelqu'un d'autre que la maman de sa fille. Cameron, ça arrive aujourd'hui dans toutes les familles, les meilleures et les moins bonnes, et on fait avec. Donc, je trouvais ça un petit peu dommage. Bon, on s'était querellé sur la façon de vivre, c'est tout. J'avais dit ma façon de penser. Avec tout ce que je t'ai appris, tu sais comment c'est le vélo. Tu fais rien, tu te laisses aller. Va te faire foutre, Tu ne verras pas ton mariage. J'en voulais pas à Sarah, hein, pas du tout. J'ai pas voulu aller à son mariage. Sébastien, mon mari, j'ai réussi quand même à me convaincre parce que la veille, il m'a appelé, il m'a supplié, il m'a dit « Allez, viens à ce mariage ». Je dis « Non, j'ai pas envie, tu fais trop de mal, là, tu t'en rends même pas compte que tu fais mal ». Il me dit « Mais si, allez, viens ». Et puis bon, pour finir, Sébastien me dit « Allez, c'est ton frère quand même, il faut que tu y ailles ». Et puis on est parti, on n'a jamais trouvé l'église. C'était une belle petite église, hein. Il y avait un beau petit gospel et tout. Je suis rentré dans l'église, j'avais ma place qui était prévue devant, mais quand j'arrive et que je tombe sur 16, j'ai dit à ma femme, on rentre directement. Et je suis parti. Et on a fait un petit détour par Bruxelles pour changer les idées pendant qu'il y avait le mariage. Mais je ne pouvais pas cautionner ça. Que l'amour éclatant de Sarah et de Franck illumine tous les couples ici présents et leur donne des forces neuves pour les jours de solitude, quand le pardon semble difficile et l'amour s'en va. Sarah, accepte cet amour. Engage mon amour pour toi. Prends cette alliance, j'exprime mon amour et ma tendresse pour toi. Thank you.
l'ai vu juste à la sortie de l'église. Et c'est vrai que là, vraiment, j'ai senti une émotion quand il m'a vue et il m'a pris dans ses bras. Et... Mais j'étais contente quand même d'y être allée. Je pense qu'il était content que j'y suis allée quand même aussi. Ja, het trouwfeest was ook à la Frank. Alles erop en aan. De gele Ferrari. Hij wou Sarah de mooiste dag van haar leven bezorgen. Feest in heel groot kasteel, 200 genodigden of meer. Ja, daar zie je dan Frank ook wel dat hij gelukkig was bij Sarah. Dat zij hem echt wel gelukkig maakte op die moment. Dat is een sprookjeshuwelijk. Ik ga niet zeggen, Sarah is een mooie vrouw. Sarah is een heel mooie vrouw, was een fotomodel. Frank was een mooie jong. Allee, dat was een sprookje, dat was natuurlijk een sprookje. Ja, de relatie was toen eigenlijk niet zo goed. Maar hij stond er absoluut op, via Paul de Heijten, die alles geregeld had van een trouw, dat ik er was. En we zijn ook geweest. We kwamen op een dreef toe. Ferrari stonden daar. Overal van die vuurkorven. Prachtig kasteel. Ik zeg, wat is dat hier al? Huiswijn Sassicaia. Als je dat weet wat dat betekent. Sassicaia. Probeer jij morgen 10 flessen Sassicaia te kopen, moet je echt mirakels doen om dat te doen. De relatie met Sarah was ook een relatie die ook op een exuberante manier beleefd werd. Hè? De manier waarop ze elkaar leerden kennen in de Ronde van Spanje was al surreëel. Het huwelijksfeest, dat was ook wel iets dat geen normaal feest was, met vuurwerk. Vooral de goede momenten beleefde hij intens, maar ik denk dat hij de slechte momenten nog veel dieper beleefd heeft, maar dat wij niet allemaal weten. S'avonds, na middernacht, komt hij zo bij ons zo en... Allee, dat kan toch niet? Ik moet toch terug bij jullie kunnen rijden? En de tranen kwamen uit zijn ogen gelopen. Het was zo emotioneel op zijn trouwfeest. In het hoekje met alle twee een glas Sassicaia en het andere van... Come on, jongens. Ik moet toch terug bij jullie kunnen rijden? Bij jullie zijn groot geworden. En die hadden niet reed met ons. Dat was Frank. Het was een prachtig feest. Een fantastische nacht. Ik heb lang in een donkere tunnel gezeten, maar achter een jaar zag ik eindelijk een lichtpuntje in de verte. Topen met Patrick Lefevre en mijn team dat dag en nacht voor me klaar stond, was ik gereed voor de grote comeback. Ik ging weer coureur worden. Of ja, ho. Toch voor eventjes.